Hoofdstuk 71, Nee hoor. Waarlijk, wij zonden Noach tot zijn volk, zeggende, waarschuw uw volk, alvorens hen ene vreselijke straf overvalt. Noach zeide, o mijn volk, waarlijk, ik ben een openbaar prediker voor u. Daarom, dient den enige God, vreest hem en gehoorzaamt mij. Hij zal u een gedeelte uwer zonde vergeven, en zal u uitstel verlenen tot een bepaalde tijd, want als de door God bepaalde tijd komt, zal die niet worden uitgesteld, indien gij lieden van verstand waart, zoudt gij dit weten. Hij zeide, o Heer, waarlijk, ik heb mijn volk nacht en dag geroepen. Maar mijn stem heeft hunne tegenzin slechts vermeerderd. En wanneer ik hen tot het ware geloof riep, opdat gij hun zout vergeven, staken zij hunne vingers in hunne oren, en bedekten zich met hunne klederen, zij volharden in hunne ongelovigheid, en versmaden mijn raad hoovaardig. Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenodigd. En ik sprak tot hen in het openbaar. Ik vermaande hen ook in het geheim. En ik zeide, vraagt vergiffenis van uw Heer, want hij is vergevensgezind. Hij zal rijkelijk regen van den hemel op u doen nederstromen. Hij zal u vermeerdering van welvaart en van kinderen schenken, en hij zal u tuinen geven en u met rivieren voorzien. Wat scheelt u, dat gij niet op Gods goedheid vertrouwt? Hij heeft u toch in verschillende vormen geschapen. Ziet gij niet, hoe God de zeven hemelen boven elkander heeft geschapen? En hoe hij de maan ter verlichting daarin heeft geplaatst, en dat hij de zon als tot een fakkel heeft bestemd. God heeft ook u voortgebracht, en u uit de aarde doen voortspruiten. Hierna zal hij u weder daarin doen terugkeren, en hij zal u daaruit weder wegnemen, door u uit uw graven te doen verrijzen. God heeft de aarde als een voetkleed voor u uitgespreid. Opdat gij langs ruime paden daar zoudt mogen wandelen. Noach zeide, Heer, waarlijk, zij zijn mij ongehoorzaam, en zij volgen hen, wier rijkdommen en kinderen hun verderf slechts vermeerderen. Zij smeden een ene gevaarlijke samenspanning tegen Noach. Hun opperhoofd zeide tot de andere, gij zult uw goden volstrekt niet verlaten, en gij zult wet nog Zoe verzaken, nog Jagoed en Jaoek en Nesser. En zij verleiden velen, want gij zult slechts de dwaling der zondaren vermeerderen. Zij werden verdronken om hunne zonde, en in het helle vuur geworpen. Zij vonden niemand die hen tegen God ondersteunde. En Noach zeide, Heer, laat geen gezin der ongelovigen op de aarde. Want indien gij hen daar laat, zullen zij uw dienaren verleiden, en slechts ene zondige en ongelovige nakomelingschap voortbrengen. Heer, vergeef mij en mijne bloedverwanten, en ieder die mijn huis zal binnengaan, en die een waar gelovige is, en de ware gelovige van beiderlei kunnen, en geef den onrechtvaardigen niets dan verdelging.